Dit is de Algarve, het zuidelijkste deel van Portugal. En hier vind je rauwe, uitgestrekte kustlijnen. Honderden verborgen strandjes, azuurblauw water, altijd mooi weer en twee content creators op jacht naar epische beelden. Soms krijg je een appje waar je gewoon geen nee tegen kan zeggen. En zo'n appje kreeg ik dus van Matthijs de Deugd. Matthijs is Nederlands bekendste fotografie- en video-YouTuber. Deze reis zullen we nooit meer vergeten. Je snapt dus wel waarom ik snel al mijn camera-spullen bij elkaar heb geraapt, een schone onderbroek in mijn tas heb gegooid en vliegensvlug naar de Algarve ben gegaan. De eerste dag hebben we vooral gebruikt om wat locaties te scouten. Veel te ouwe hoeren over onze gear en natuurlijk onze auto opgehaald bij de verhuur. En laat ze ons nou net een dikke upgrade hebben gegeven, geheel in influencer-stijl. Die dikke bak, die moet natuurlijk getest worden met een klein roadtripje. Naar het meest westelijke plekje van Europa, Cabo de Roca. Onderweg kom je langs prachtige kustlijnen. Perfect om gelijk wat epische droneshots te maken van onze nieuwe favoriete wagen. En je gaat gelijk weer een beetje dom doen, hè, vanuit de auto. Ja, we gaan voor het eerst tracken vanuit de auto. Dus ik ga in de auto zitten, jij gaat rijden. En gaan we kijken wat een beetje lukt met de verbinding en of we de shots kunnen maken die een beetje mooi zijn. Oké, Matthijs, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja, we gaan een episch shot hier klappen. Mooi in tracking komen we aanrijden. Dan een pullback. En dan revealen we zo de zee. Oké. En ik ga iets heel verantwoords verder doen. Oké, klaar voor? Gas te geven. Ja. En ons niet doodrijden. En misschien een klein bochtje wel maken op het einde. Ja, precies. En met de eerste, de beste accu al gelijk. Gelijk we stunten. Ik moet even oppikken. Daar gaat hij. Na een rustige avond en alvast wat scouten voor de volgende sunset, was het tijd voor de eerste sunrise shoot. Dus wekkertje om 4:15 en knallen maar. Het is 6:00 ochtends en we zijn aangekomen bij de Ponta di Piedade. De lucht begint al mooi te kleuren, dus ik ben erg benieuwd. Zonsondergang was hier niet zo mooi, dus we hopen op het beste voor de zonsopkomst. Let's go! Ponta di Piedade is een van de meest grillige kustlijnen van Europa. Met bijzondere rotsformaties, steile kliffen van wel 20 meter hoog, mysterieuze grotten en natuurlijk dat azuurblauwe water is het echt een must-see als je in de Algarve bent. We zijn inmiddels lekker wat sunset knallers aan het maken. We hebben al met de drone gevlogen, we hebben foto's gemaakt, video's gemaakt en nu is daar ergens een mooi puntje. Het ziet er een beetje steil uit. Ik heb een beetje hoogtevrees, maar ik moet als model fungeren, dus ik ga daar naartoe. Succes! Tja, dat plan werd dus ineens een beetje verstoord door een kaper op de kust. Maar goed, we willen de dame in wit nogmaals bedanken voor het model staan en de resultaten spreken voor zich. Goed, we hebben de eerste bangers binnen, dus missie geslaagd. Na iedere sunrise shoot gingen we wat eten halen en terug naar onze accommodatie. Het idyllische Quinta das Portelas. Prachtig onderhouden door de Nederlandse Lenny was dit de perfecte uitvalsbasis voor al onze trips en een heerlijke oase van rust tussen de shoots in. Lenny heeft ook een flinke sinaasappelboomgaard, maar daar kom ik straks nog even op terug. Want het is tijd voor een sunset shoot. We hebben besloten om naar de ruwe westkust te gaan. Hier gaat de zon onder in de zee en valt daardoor perfect op de kustlijn. Tenminste, dat is het idee dan. Maar al snel blijkt wel dat we daar misschien wel eens gelijk in kunnen hebben.
Right, ja, dat is geen lekker geluid, maar wel het teken dat er weer een nieuwe toffe sunrise shoot aankomt. Dit keer gaan we naar Praia de Camillo, een bekend strand bij Lagos, waar we al eerder gescout hebben. We gaan nou daar helemaal naar beneden, de zon komt op en ik hoop eigenlijk dat die wolken daarboven lekker in de fik gaan. Steek die hele wolk in de fik. Hele wolk in de fik. Met steile en bijzondere rotsformaties, geheime tunnels en met alle drones en camera's bij de hand. Dit kan zomaar eens een perfect ochtendje worden. Maar zoals altijd blijft iedere shoot weer een avontuur op zich. Opperste concentratie. Birdspotter, Matthijs de Deuk. Ah, mooi plaatje. En rechts staat filmen als ik naar te eigen hier, van dat trap lopen. Ik was benieuwd of je nog mooie kiekjes hebt gemaakt. Ik heb schitterende kiekjes gemaakt, Bardo. Schitterend. Dat kan ook niet anders hier, hè. Dit is gewoon wel mooi, maar het blijft wel lastig, vind ik, aan de kust. Dat je niet zo heel veel foreground interest hebt. Nee. Je staat gewoon op het strand eigenlijk, dus je moet echt een beetje zoeken. Er zitten wel een paar leuke kiekjes bij, denk ik wel. We moeten gewoon even nog wat meer scouten, denk ik. Nog meer scouten. Met een flesje Sagres op. Ja. Dan gaat scouten dan het opperbest. Buiten het gele goud van Sagres staat er in de Algarve één delicatesse centraal. Pasta de nata. En deze zoete lekkernij is in de Algarve op iedere straathoek te vinden. Hey Matthijs. Hey. Jij hebt mij lekker gemaakt met pastijtjes, hè? Ja, ja. Jij hebt mij ultiem nieuwsgierig gemaakt. Want ik ben hier wel eens geweest, maar nog nooit die dingen op. De echte pastei de nata. En jij eet ze 10 per dag als je hier bent. Ja. Het liefste wel, ja. Dus ik stel voor, het is nu 8:00 ochtends, dat we even een local tentje zoeken. Local bakery. Ja, en dan gaan we keihard pasteitjes, hoe heet het? Pastei de nata. Zo, klinkt goed. En daar is die dan, de pastei de nata. Voor jou, hè? Ja, ik zou zeggen, neem je eerst al. Ja, ik zou zeggen, ga maar. Kijk, dit is een geluksmomentje, dat zie je gelijk. Erg lekker. Krakend vers, zachte vernieuwde vulling. Heerlijk. Oh, ja, nou. Wil jij hem ook hebben? Ik ga er ook snel eentje pakken, ja zeker. Nou. Oh. Ga meenemen in het vliegtuig. Tja, we blijven nog even bij al die zoetigheid, want zoals ik al zei, heeft Lenny een prachtige sinaasappelboomgaard waar je zoveel kan plukken als je zelf maar wil. Hier zie ik gewoon een dikke, lekkere dikke hangen. En dan denk je, oh, die is een beetje groen aan de bovenkant. Maakt niet uit, van binnen zijn ze precies goed. Juicy. Juicy. Maar wacht even, dit moet in 5 frames per seconde. Oh, wacht. Welkom in de juice area. Wat heb je allemaal nodig voor een Portugees chudoranje? Een snijplank, een mes en natuurlijk de juicer. Cheers, op het mooie leven hier in Portugal. Op onze laatste dag wilden we iets anders in beeld brengen dan rotsen, dus besloten we voor de sunrise naar de jachthaven en het strand van Lagos te gaan. Maar dat bleek uiteindelijk toch nog iets lastiger dan we dachten. Het is hier een beetje shady, ja. Hier staan wat auto's, hier is wat beschaving. Dit soort hekken die beloven altijd veel goeds voor goede doorgang. Maar goed, dat hoort allemaal bij het avontuur. En na een klein tripje door de ghetto hebben we het strand ook gevonden. Ja, we hebben zoveel pech. We hebben het heel slecht hier. We hebben het heel slecht, ja. Zoals je misschien wel hoort en ziet, staat er flink wat wind op het strand. Maar we zouden geen drone-nerd zijn als we de drones toch niet even de lucht in zouden gooien.
Heb je al een shotje? Ik heb een shotje. Net echt gek langs die boot gevlogen, joh. En ook voor de Avata hebben we een toffe spot gevonden. Natuurlijk hebben we nog veel meer meegemaakt op deze trip. De vele uurtjes scouten, het op het strand of bij het zwembad chillen en natuurlijk heel veel lol en foute momenten die we niet hebben vastgelegd. Kom Bardo. Ja, dan weet ik nog van 5. Ah, 10 is allemaal zand omhoog. Kijk eens rondkijken, die travel boy. Doe niet anders. En we hebben vooral nog heel veel foto's gemaakt die het niet hebben gered in de video. Maar wees gerust, al die foto's kun je zien op onze Instagram kanalen van zowel Matthijs als die van mijzelf. En als je er toch bent, volg ons dan gelijk eventjes. Hartstikke gezellig. Een echte content trip is toch wel een kleine droom die voor mij uitkomt. We hebben genoten van prachtige vergezichten, de meest epische zonsopkomsten en zonsondergangen, het uiterste van onze drones getest met hele harde beelden tot gevolg. Maar we hebben vooral heel veel gelachen. En intens genoten van het prachtige Portugal. Waar kan je nou in deze wereld gewoon zo'n chill strandje pakken? Waar dan niemand is. Zo klein, zo mooi omringd door die rotsen. In Portugal. Precies. Wat mij betreft zijn dit de trips waar het echt om draait. En heel eerlijk, ik kan niet wachten tot de volgende trip. En die komt misschien al sneller dan je denkt.